illegaal aftappen betekent dat wij zeg maar, nou ja, die inkomsten missen. En ja, dat is uiteindelijk iets wat natuurlijk linksom of rechtsom weer door de consument betaald moet worden. Omdat ja, de rekening moet uiteindelijk ergens betaald worden. Hoe werkt het? Nou, je krast over het geurvlakje. Zo. En dan komt de specifieke geur van hennep vrij. En nou, dat geeft een indicatie van, zou een indicatie kunnen zijn van of er hennepteelt in de buurt is. Dan ben ik natuurlijk zelf ook wel benieuwd. En deze geur is eigenlijk totaal anders dan ik verwacht had. Het ruikt meer naar een dennenbos. En het is niet zoals als je langs bijvoorbeeld een koffieshop loopt of als iemand net op straat een joint heeft opgestoken. Het ruikt niet lekker. Dennenbom. Ja, ik kan de geur niet omschrijven, maar het steeg gelijk naar mijn hoofd. Ja, dat ruikt naar wiet. Ja, u herkent het meteen? Ja, ik ben vroeger jong geweest natuurlijk. Ja. De bedoeling van de actie is natuurlijk dat mensen de geur herkennen en de politie gaan bellen. Zou u dat doen? Jazeker. Zeker. Dat doe ik zeker. Want dat hoort niet. Zo wordt het alleen maar duurder, de stroom. Ook voor de mensen.